carnaval in Mil, Langeboom, Sint-Hubert en Wilbertoord. Dat is altijd supergezellig. Maar wie zwaait de scepter? Wij laten je kennis maken met alle carnavalshoogheden. Grat en Grada van de Bokken zitten bij ons aan tafel. Boerenpaar, Harry en Anke, zo heet ze eigenlijk in het dagelijks leven. We hebben het al een paar keer gehad, Anke, over vorig jaar. Toen ging van alles niet door. Hier in Sint-Hubert wel het prinsenpaar. Hè. Daar gaan we zo meteen ook nog mee praten. Maar jullie ook al vorig jaar gevraagd? Nee, we zijn vorig jaar nog niet gevraagd. Maar eerst kwam de boerenpaar met de pronkzitting uit. En het was al duidelijk dat die niet door zouden gaan. Dus ja. Nee, wij zijn pas dit jaar gevraagd. En wanneer gebeurt dat, hè, Harry, het vragen? Boerenpaar te worden. Nou, dat was op dinsdag. Oh, want ik zat in de gips. Ik had mijn enkel voet gebroken. Ja. En toen kwam Theo de Wit, die kwam binnen. Als verkleed, als die was weer zijn tennissen. Ja. En ik zit ook bij het tennisclubje. Maar ik dacht dat hij gewoon een bezoek kwam, ziekenbezoek eigenlijk. Ja, je dacht, hij is aardig. Ja, en ik denk, die is heel sociaal. Ja. Maar toen kwam... Job en Lopke die kwamen binnen. En toen dacht ik van, hier klopt iets niet. Ja, ja. Ja, want dat is het regerende prinsenpaar, hè, Job en Lopke. Ja, maar die waren er dan bij? Ja, ja, die hebben ons gevraagd eigenlijk. Die hebben ons ook gevraagd. Ja. Ja. Daar hadden, John mocht 5 kandidaten geloof ik stellen of zoiets. En daar gingen ze dan mensen uitzoeken eventueel. Ja. En zo zijn zij bij ons gekomen. En toen vroegen ze dus eigenlijk of dat wij boer-bruidspaar wilden worden. En moest erover nadenken, Harry? Ja, 10 minuten. Nou, het kwam eigenlijk meer. Ik vind het gewoon keileuk. Daar ga ik het helemaal niet om. Maar omdat onze dochter weg is. En daar vind ik gewoon heel jammer. Ja. Die is 5,5 maand op vakantie. Ja. Dus daar, en die is zelf ook, die is al Transmarieke geweest. Ja. En noem maar op. En waar zit ze? Die zit nou in Peru. Peru? Ja. Ja. Dus ja, die kunnen niet even terugkomen voor de... Nee, en die kunnen pas 27 maart terug. Ja. En dat vind ik op zich vind ik wel heel jammer. Dat zij het niet meer mag. Ja. En dat vond ze zelf ook. Maar ja, van de andere kant was het weer een heel mooi excuus. Ja. Ten opzichte van Jesse. Want die had ons een keer een oor aan gedraaid. Ja. Toen hij... wat was hij toen? Ja. Zonder dat wij het wisten. Ja. Dus toen hadden wij nou zoiets. En toen zei hij van toen hun weggingen. Want eigenlijk was Jesse trainen en toen hun weggingen, toen komt hij net tussen Lopke en Job tegen. Ja. Dus die zegt dan ooit tegen mij, wat is die hier? Ik zeg, ja, die kwam voor of wij boer bruidspaar wonen worden. Ja. Ja, maar had ik al gezegd. Ik zeg, nou, ik zeg, dat kunnen we niet maken tegenover Jip. Ja. Ik zeg, dat zou ik niet netjes zien. Meer heb ik niet gezegd. En het is nog steeds niet netjes, maar ja, het is zo. Dus hij zei van, nee, dat snap ik wel. Ja. Dus die wist tot op het moment dat wij... Op het podium stonden, we zijn nog steeds niet dat wij het waren. Nee. Dus dat plan is gewoon goed geslaagd. En jij, Anke, moest je er ook even over nadenken? Of net als Harry de 10 minuten? Dat was het eerste waar we zeiden van, maar dan is je er niet bij dit jaar. Maar toen begon er wel gauw over, dan zou die dat kunnen doen en die dat. Dus toen zeiden ze, dus jullie waren het. Ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja. Nou, dat was ook, vooral omdat Theo de Wit erbij was. Ik denk, verdorie Theo. En toen zei ik, nou, wij doen het. Als jij de pastoor bent. Ja. Dus Theo die zei, godverdorie, dan moet ik wel zeggen. Want anders hebben we een boerenbruidspaar. Ja, dus. Ja. Dus zodoende hebben we hem ook gepakt eigenlijk. Ja. Maar jij bent ook actief met het speuren, Anke. Hè? Ja. Dat was natuurlijk wel een makkelijke. Ik vond het wel leuk om het nou eens anders mee te maken. Ja. En dan zie je toch hoe snel je op een dwaalspoor kunt komen. Ja. Want we hadden eigenlijk... onze eerste aanwijzing was Harry en Anke. Ja. Kon ook verwijzen een beetje naar het uitlachen van OE7, van En het eerste wat Anja zei was, hoofdspeler, ja nee, maar zo makkelijk zal het toch niet zijn. Ja, dat was het eigenlijk wel. Ja. Ja. Dus dat is dan wel grappig, dat je toch heel gauw anders gaat denken. En wanneer begonnen jullie verdacht te worden, hadden het gevoel in ieder geval. Wij zaten er al wel steeds bij, maar ik kon het, naar mijn idee, Hein en Anja is ook hahaha. Dus ik kon het heel makkelijk op Hein en Anja steeds gooien. Ja, maar Anja zit dan op bij de speelers. Ja. Dus
Ik had het idee dat ik het nog wel had kunnen draaien. Maar ik heb mezelf verraaien de laatste dag. Dus toen, ja, want? Wat deed je? Ik had ex-speurder Dennis. Die heeft een kleine gekregen. Die had ik een kaart gestuurd. Die had ik ondertekend met graad en graden. Die had een foto gestuurd naar een medespeurder van ons. Die was tussen haar kaarten gaan kijken. Van de verdachte paren zit er een bekend handschrift tussen. En dat was dus. Nou, ik had nu verwacht dat ze zo ver zouden gaan. Een paar uren van tevoren. Foutje in de planning. Dat was, was een foutje. Ja, ik hoorde jou toen 's middags op de radio, Harry. Of met het speuren dan op internet. En ja, ik denk, die Harry, dat is niet een echt een geboren leugenaar. Hè? Je vond dat ook lastig, hè, al die vragen. Ja, ik vond het wel lastig, ja. Ja. Ik heb op een of andere manier, tegen alle mensen wel, maar net tegen Anja en zo. En ik weet gewoon, je moet zo opletten. Ja. Omdat die er gewoon heel dik op zitten. Ja. Kijk, en dan komen we verwijzen naar Anja, maar ja, ik wist dat Anja wist dat ze het niet weer. Ja, dus ja, dan denk ik, ja. Ja, maar het gaat niet alleen om Anja, het gaat ook om de andere spelers. Ja, daarom, dus dat was gewoon, ja. Maar dan komt die avond, die 12 november, hoe zag die eruit? Jullie zaten gewoon in de zaal of juist niet? Nee, Anke wel. Ik wel, als O7. Mm-hmm. Dat moest wel, want anders viel het op. Ja. En ja, Harry, we zijn eerst, we gaan al bij ons eten na de laatste speurdag. Dus we hebben bij ons gezeten en overlegd en Jesse zat erbij. Dus iedereen wist het inmiddels. Ik heb gezegd van nou, van de speurders. We hebben het er niet over, maar Jesse mag het niet weten. Ja. Ja. Dus we hebben nou met z'n allen Jesse om de tuin geleid. Ja. Ja. En toen zijn wij naar de zaal gegaan. Harry is thuis gebleven, want we hadden ook feest van de motorclub. Daar zou Harry heen gaan. Jesse ging ook naar de zaal, want het was bierkantus. Die vindt dat wel leuk. Dus die was daar ook. En toen werd ik op een gegeven moment aangetikt en moest ik naar huis en omkleden. En toen we beneden kwamen, zat degene van de familie en vrienden die kwamen zaten. En het gevolg zaten in de kamer. Toen zijn we naar de zaal gegaan. Ja, we woonden ernaast, dus dat is makkelijk. Ja, ik hoefde niet zo heel zeggen. Nee. Nee. Ja. Hoe ziet nou het komend seizoen eruit, Harry, als boerenbruidspaar? Wat moeten we allemaal gaan doen? In principe mogen wij sowieso overal mee naar de recepties en alles. Mm-hmm. Als gevolg van de prins en prinses. En vanavond gaan we naar Wilbertoort, naar de receptie. Vorige week zijn we in Mil geweest, naar de receptie. En dan hebben we eigenlijk Langeboom, maar ja, dat kunnen we niet. Dus dat hadden wij ook graag gedaan, maar dat kunnen we nu helaas niet. We hebben wel een hoe zou ik het noemen, een gemêleerd gezelschap. Hè? De prins in Langeboom die eigenlijk uit zijn tubert komt. Ja, dat zijn we. Boerenpaar in zijn tubert waar eigenlijk uit Mil komt. Ja. Een prins in zijn tubert die eigenlijk uit Wangrooy komt. Ja. 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 Dus carnaval verbroedert wel echt, hè? Ja. En wat verheugd doen we eigenlijk het meeste op, Harry, komend carnavalseizoen? Op de bruiloft of op de huwelijksnacht? Het is eigenlijk een anti-huwelijksnacht, hoor, want we worden in de onecht verbonden. Dus, ik ben toch wel heel benieuwd naar de boerenbruiloft. Ja. Ja, dat is... Want die wordt op carnavals... Zondag. Zondag. Ja, nou is het verzet allemaal. Ja, maar jullie optocht is naar de zaterdag in Sint-Hubert, hè? Ja. En dan op zondag de boerenbruiloft. Ja. Hoe ziet die eruit, Anke, zo'n boerenbruiloft in Sint-Hubert? Ik moet eerlijk bekennen dat ik lang niet meer echt op de plechtigheid ben geweest. Ja, volgens mij word je opgehaald met het gevolg en degene van de carnavalsvereniging of van Sint-Hubert die überhaupt daarbij wil zijn. Dan ga je naar de zaal toe. Ik weet niet of het met een omweggetje lopen is. Misschien wel beter. Ja, wel. Ik ben er heel vlug. Snel. En volgens mij heb je dan eerst de plechtigheid. En dan volgt de receptie. Ja. Super. En feest natuurlijk. Wacht even, niet te vergeten. Gehoord op meer plaatsen ook in het land van Kuik. Dat zei, ja, die boerenbruiloft schaffen we af. Maar ik heb het idee dat in de voormalige gemeente Middelstubert dat nog wel echt leeft, hè, het boerenbruiloft. Oh ja. Nou ja, ze hebben het nou meer naar voren getrokken. Dat is op zich natuurlijk wel leuk, want daardoor word je een beetje onderdeel van het gevolg van de prins. En dan heb je gewoon een leuke club bij elkaar. Ja, ja, het is nou niet één dag. Je bent er nou veel meer mee bezig. Ja, je bent er meer bij betrokken. En dan moet we zijn wel vrij daarin, dus we kunnen zelf kiezen of we wel of niet meegaan. Maar ja, ik vind het wel leuk dat je er wat meer bij hoort, zeg maar. Super. Ik ga jullie namens Omroep Land Verkuik en de Nijkrant fantastisch carnavalseizoen wensen. En ja, nou alvast een hele mooie bruiloft op carnavalszondag, 19 februari. Ja. Maak er wel leuk van. En ja, we horen graag, Harry, hoe de huwelijksnacht was. Ja, dat doen we dan in de volgende uitzending. Doen we. Hey, dankjewel. Dat gaat een leuke carnaval worden. Ook namens ons veel plezier. En Allah!